op dat moment sta je daar voor hem en is er een woordenwisseling. En op een gegeven moment zei hij iets wat totaal niet met sport te maken heeft, of met wat topsport te maken heeft. En op dat moment was mijn respect helemaal weg voor hem. Dus ik wil mij wel excuseren aan al mijn fans die ik tekort heb gedaan. Ik ben Jamal Bensadik, ik ben 27 jaar oud. Bensadik, one shot drops! Ik kom uit Antwerpen, ik woon ook in Antwerpen. Oh, and down goes Arts! Body kick and the straight right hand, and down goes Bonjasky. Nou, ik ben begonnen, ik was een jaar of acht en mijn vader bracht me naar de sportschool. Wat eigenlijk tegen mijn zin was. Nadien gelijk verliefd geworden op de sport. Mijn eerste wedstrijden gedraaid. Helemaal verliefd geworden op de sport. En ik vond het wel leuk om te doen. En toen ik volwassen werd, ik werd een jaar of ik was 18, 19, maakte ik mijn professioneel debuut. Uiteindelijk tegen de wereldkampioen momenteel, Rico Verhoeven, sloeg ik hem in de tweede ronde knock-out. Ik kreeg eigenlijk te horen dat ik begin 2012 schildklierkanker had. Ik had een kwaadaardige zwel op mijn schildklier. En ik moest zo snel mogelijk onder het mes. Hoe dat wij dat gewoon zeggen in Antwerpen. En dat was ook tegen mijn zin, want ik was me op dat moment aan het voorbereiden op het grote toernooi, op het laatste 16 beste van de wereld in Japan. Zeker heeft mij geraakt als sporter, maar mijn familie heeft me ook gesteund op dat moment. Mijn dichte vrienden, mijn familie heeft me ook gesteund op dat moment. En het is gewoon iets dat je gewoon moet accepteren, hoe moeilijk het ook klinkt, hoe raar het ook klinkt, want het zal iets zijn wat je gewoon accepteert. Ik ben mijn eigen dus alleen maar beter gaan leren kennen op dat moment. Ik ben ook gaan inzien dat ik een echte vechter ben. En dat ik niet alleen een vechter in de ring ben, maar dat ik ook een vechter buiten de ring ben met mijn gezondheid. Want voor mij was het elke dag een strijd, sinds 2012. There it is, the one bullet in his chamber lands. Encountered by Bensadik, who keeps moving forward. Landing shot. Natuurlijk kijk ik wel extreem uit naar de wedstrijd 9 december, want dat is het moment waarvan ik heb gedroomd van jongs af aan. En eindelijk mag ik daar staan, eindelijk kan ik daar staan, eindelijk mag ik die titel mee naar huis nemen. Ik heb heel veel zelfvertrouwen. En dus ik ben meer bang van dat mijn gezondheid weer hervalt dan een kickboxwedstrijd. Die titel betekent alles voor mij. De titel betekent alles voor mij. Het is iets waar ik van jongs af aan droom. En ik heb dit doel elke dag voor ogen. Bij het opstaan, voor het slapen gaan. Ik denk aan niks anders. Het is voor mij het allerbelangrijkste momenteel.